Op de N201 is zaterdagavond rond 17:15 een caravan losgeraakt van een auto. De caravan belandde vervolgens in de aangrenzende sloot. Politie, brandweer en 2 ambulances waren snel ter plaatse. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Wel raakte de caravan zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de caravan uit de sloot gehaald en afgevoerd. De N201 was korte tijd gedeeltelijk afgesloten tussen Amstelveen en Uithoorn. Even na 7:00 werd de weg weer vrijgegeven.